Oké, welkom terug bij GTA 5. Het is weer een tijd geleden. Het laatste wat we hebben gedaan was de Meriwether Heist. Daarom zijn we nu ook bij de haven. Laten we die auto even pakken. Alhoewel dat een soort van politieauto-achtig iets. Ik werd net gebeld door een van de O'Neill Brothers en ze waren een beetje pissed en zo. Wat je kan begrijpen als je hun ja, als je ze vermoordt en hun huis afpakt. Wow, hoe kan je dat ontwijken? Serieus. Are you kidding me? Oh my god. Alright. Ik heb in de tussentijd heb ik een nieuwe tv die ongeveer 3-4 keer zo groot is als mijn vorige. Dus dat is een plus. Het enige probleem is dat ik nog minder kan zien eigenlijk. Niet door de grootte van het scherm, maar ja, het is gewoon te donker, zeg maar. Ik heb de helderheid al iets omhoog gezet. Ik bedoel, het is oké, maar moet even kijken hoeveel ik kan zien overdag. Alright. Wat gaan we deze aflevering dan doen? Dat is een goede vraag. We gaan denk ik hierheen naar de FIB. Dus let's go. 2 kilometer. Of 2 mijl natuurlijk. Nee, 2 kilometer. Oké. Heb ik dat ooit veranderd? Apparently. Dus ja, ik ben een beetje van plan om een soort marathon te houden. Het is eindelijk zomervakantie, dus ik heb de tijd om op te nemen. En dat soort dingen. Dus dat is fijn. Natuurlijk ga ik zelf ook op vakantie en zo. En heb ik mijn werk nog. Maar meer tijd is altijd fijn. Alright. Nog steeds niet gecrashed. Goed gedaan. Dus ik denk eraan om. Toch wel gecrashed. Om iets van 3 afleveringen op te nemen. Misschien 4 of zo. We zien wel waar het eindigt. Waar het schip strandt. Maar dat zou dan in ieder geval betekenen. Ik ben niet zo van de kilometers. Dat de komende week gewoon elke donderdag. Dat er een GTA 5 video online komt. Dus. Misschien wel 2 per week, maar dan moet ik nog even gaan kijken. Dan zou er ook eentje op zaterdag online komen. Als ik het 2 keer per week zou doen. Dus ja. Nou, volgens mij de laatste keer dat ik dit gespeeld had, was ook alweer bijna een maand geleden, denk ik. En toen had ik alleen de Meriwether Heist opgenomen. En ja, de keer daarvoor dat ik het gespeeld had, ja, was ook alweer misschien wel een paar maanden daarvoor, dus lang niet gespeeld. Maar laten we gaan kijken. We zien Michael, we zien Devin, die andere gast, en nog een andere gast. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying. Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets.
That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck, sack them. Get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Echt die gezichten toen ze het hadden over die corruptie. Dat is echt geweldig. Wat ik me net zat te bedenken trouwens. Als ik de helderheid best wel hoog heb staan. Ga je dat natuurlijk ook merken in de video. Dat zou... Ik weet niet of dat erg is. Dat kan ik niet zien. Maar ja, ik kan het Rockstar logo zelf ook bijna niet zien. Dus laten we voor zoiets gaan. De gulden middenweg. Wel, leave the area. Oké. Okay. Die kant op. Dus Blitzplay. Die missie ken ik. Die ben ik niet vergeten. Oh ja, Dave heet die natuurlijk. Top. Is dat Dave? Alright guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I've got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Fight me. All right. Later is de, volgens mij de garbage truck is hier in de buurt. Is deze. Dus laten we die eerst doen. Maar Blitzplay, als je dat niet kent... het is vooral veel schieten. Oké. De garbage truck. Yep. Hola, buenos dias. Ik kom. Your shift is over. Niet overrijden. Dat je gewoon echt serieus politie achter je aankrijgt als je een vuilniswagen steelt. Kan je hierin? Denk het niet. No thanks. Ik probeer hier ergens in te rijden, maar er is geen weg. Dit is het park. Oké, de brightness kan wel wat omlaag.
Hey, display. Zoiets? Ja, dit is wel mooi. Hoe raak je dit ooit kwijt? Wow. Ik probeer door die zijstraatjes te gaan, maar dat ik reis er steeds voorbij en zo, dus. Ik bedoel, hier zou een zijstraatje of zo moeten zijn. Maar ik zie niks. Oh, is dat een metro of zo? Die komt hier toch niet? Ah, de tunnel. Ah, voor de trein. I get it. Oké, in dat geval. There we go. Juist. Dan maar zo. Oh, oh. Niet het beste idee. Niet het beste idee. Juist. Okay. This should be good. Good enough. Kom op. There we go. Alright. Yeah, okay, dit past wel. Geen probleem. Alright, 0,4 mijl. Ik denk dat we alle heist setup gewoon doen in deze video. En dan de volgende video is de blitzplay. Dat lijkt me prima. I'm down for that. Het is wel veel chiller zo met een groot scherm. Ik kan veel meer naar achteren, zeg maar. Ik ben gewoon nu echt lekker aan het chillen. Wel fijn. Voordeel van een groot scherm. En betere kwaliteit. Want mijn vorige scherm had iets heel raars met de PlayStation 4 spellen. Zeg maar, het leek allemaal heel erg helder. En dat kon ik gewoon niet veranderen. Het was nou niet echt voordelig dat het zo helder was. Dat was heel raar. Het zag er gewoon zeg maar een beetje lelijk uit gewoon. Al die spellen. Gewoon. Ja, het was heel raar. Ik kwam er ook pas na een tijd achter dat het specifiek op mijn tv was. Wat gaan we nu doen? Maar ik had het niet met PlayStation 3 spellen of gewoon tv kijken ofzo. Dus het is iets heel raars. Wat was dit? Volgens mij moesten we gasmaskers hebben. Oh ja, die moet je dan kopen natuurlijk. Alright. Laten we dan eerst de gasmaskers gaan doen. Want daar hoef je niet voor terug naar dit deel, zeg maar. Het
Kijk, als we hierheen gaan, die gasmaskers gaan pakken, dan moeten we weer terug hierheen en dan moeten we daarheen. Nu gaan we gewoon hierheen, gaan we daarheen en gaan we weer terug. Dat lijkt me the way to go. Alright. Maar ja, ik weet niet waarom ik sommige spellen gewoon heel lang niet speel, zeg maar. Ik ben ook weer van plan om de crew te gaan spelen. Waarschijnlijk meteen hierna. Maar het kan ook nog wel een paar keer uitgesteld worden. MLB... MLB 14, de show. Die wil ik weer gaan spelen. Inmiddels is natuurlijk wel MLB 15 uit. Maar dat vond ik nou niet zo'n enorme verbetering om daar 50, 60 euro voor te gaan betalen. Dus. Maar dat spel heb ik ook al. Ja, voor misschien een jaar geleden serieus gespeeld. Toen heb ik al. Ik zit al echt iets op 40 afleveringen ofzo, dus ik heb het al serieus gespeeld, dat spel. Ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt. NBA heb ik weer terug. Ik heb ooit verteld dat ik dat spel kwijt was geraakt bij de verhuizing. Ik heb het inmiddels weer gekregen. Opnieuw gekregen. In de zin van iemand heeft het voor me gekocht, dus ik heb het weer. Maar ik heb nog zoveel afleveringen gehad, heb ik nog klaarstaan. Dus dat gaat ook wel een tijd duren voordat ik weer aan dat spel ga beginnen. En wat hebben we nog meer? Ja, de crew heb ik dus ook volgens mij de laatste keer geüpload. 18 december of zo. Dus dat is een half jaar geleden. En ik keek zo uit naar dat spel. Maar op de een of andere manier. Hetzelfde geldt een beetje voor Far Cry. Dat heb ik een paar maanden geleden gekocht. En eigenlijk maar 2 afleveringen geüpload. Dus ja. Maar ik heb nu tijd en ik ga het ook wel gebruiken. Leren van je fouten. Nee. Ik doe gewoon een beetje wanneer ik dingen wanneer ik wil. En ik denk dat het ook gewoon zo moet. Zo hoort. Waarom had ik het idee dat ik dit al gedaan had met Michael of zo. Oh wel. Maar is dit? Ah, oké. Buy a mask for Trevor. Tuurlijk de piggy. Michael. Woody. En doen we de monkey. Niet racistisch bedoeld, maar gewoon de monkey. Ja? Was dat het? Ja. Alright, masks. Beter betalen ze me wel terug, hè, voor die bijna $1000 die ik aan maskers heb besteed. We moeten ook nog een getaway vehicle. Maar het voordeel ook van dit scherm is dat ik het waarschijnlijk veel langer volhou om te streamen, omdat ik, nou ja, te streamen, om op te nemen. Omdat, ja, ik hoef minder dicht bij het scherm te zitten, dat soort dingen, dat scheelt al. Ja, het is gewoon een stuk chiller, dus. Dan is het ook wat makkelijker om op te nemen, denk ik. Maar we zien het wel. Natuurlijk blijf ik FIFA opnemen. Maar dat doe ik meestal zonder commentaar. Dus dat is wel een flink verschil. Laten we eerst even die getaway car. Ik vind deze wel mooi. Ah, maar dit is maar voor 2. Het gaat hem niet worden.
Dat is wel een mooie auto. Oh, kan wel. Oké, okay, nice. Zullen we hem iets upgraden? Ah, kom op. Ik heb niet veel geld. Volgens mij zit dat allemaal nog in dat... waar kan je... Wat is dit? Oh, smoke on. Ik dacht dat hij meer hier zat. Maar oké. Maakt niet uit. Waar kan je auto upgraden? Los Santos Customs. Los Santos. Ben ik nou zo blind? Waarschijnlijk wel. Ik kan hem echt niet vinden. Ik heb het idee dat ze gewoon niet... Oh ja, hier. Kijk. Welke is het dichtst bij die? Alright. Dit is wel een mooie auto trouwens. Ja. Best wel nice. Misschien niet de snelste. Maar het is best wel nice. Dan ga ik even zo naar mijn aandelen kijken. Kijken of ik al wat geld heb verdiend. Wat kan ik dan uitgeven aan deze auto? Alright. Ja, dat vind ik best wel raar, want volgens mij heb ik toch echt stocks gekocht, of had ik, ja. Volgens mij hebben al mijn personages ook heel weinig geld nu, dus ik vind het een beetje raar. Ik ben een beetje bang dat iedereen zijn geld gewoon kwijt is. Nou, gaan we zo even naar kijken. Ja, natuurlijk kan ik nu niet veel doen. Kan ik hem bij het vliegveld neerzetten misschien? Deze auto. Ik kan niks veranderen op zich. Ik heb gewoon bijna geen geld. Ik kan hem een spoiler geven. Laten we dat doen. Zo, iets betere suspension. Transmission is veel te duur. Oh, en natuurlijk de windows. Alright. We houden het hierbij. En dan zetten we hem... Ah, misschien kunnen we hem wel hier neerzetten trouwens. To be honest. Even bellen. Michael. To public. Wie komt hier nou? Even serieus. Hier dan? Damn it. Okay. Niemand verwacht hier een auto. Okay. We gaan wel ergens anders heen. Stupid game. Kunnen die man van de Los Santos Customs toch even omkopen ofzo? Alhoewel ik geen geld heb, maar...
geld is niet belangrijk in Los Santos, toch? Kunnen we het gewoon op zo'n normale parkeerplaats dumpen? Of moet het in de parkeergarage? Zo. Oké, we gaan naar de parkeergarage. Inmiddels gewoon al is 26 minuten bezig. Alright. Yep. Alright. Nou, als dit niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Seriously? Come on, guys. Ja, nu vraag ik me wel een beetje af waar die moet gaan staan. We kunnen op het dak proberen, maar ik heb weinig hoop. Alright, hier is het dak. Mooi ingeparkeerd. Jesus, moeten we weer helemaal naar beneden natuurlijk. Alright, waar kunnen we hem neerzetten? That's my question. Oh, hij stond er auto. Okay, there we are. Misschien. Okay, we kunnen het niet op een open parkeerplaats achter iets. Neerzetten. Hij moet eigenlijk gewoon in zo'n steegje. Nou, hier is de volgende heist setup. Kunnen we hem daar in de buurt neerzetten? God damn it. De hele tijd niet gecrashed. Kunnen we hem hier niet gewoon neerzetten? Dit is toch eigenlijk een perfecte plek. Kom op, man. Nice. Eindelijk. Oké, dan gaan we de touwtruck nog. You're kidding me? Are you actually kidding me? Oh, nu zit ik natuurlijk in die missie. Kom op. Dit is echt ridiculous. Oké, ik zet hem hier neer. En ik hoop dat deze auto er zometeen nog is. Het zou wel cool zijn als hij er nog zou staan, maar... GTA kennende? Nee. Volgens mij is San Andreas, als je... 3 seconden niet oplette, was je auto alweer weg. Vaak gestolen of gewoon verdwenen. Bye bye. Oké, ik denk dat ik dit ga afmaken en dan dit is handig. En dan weer hier naartoe rijden voor die auto. Of tenminste dit ga afmaken, dan de video gaan afsluiten, dan
hier naartoe rijden en dan de getaway car, of dan weer opnemen en dan de getaway car op een goede plek neerzetten. En dan beginnen aan de blitzplay. Alright, alright, alright. Maak die pocht eens, dank je. Thank you. Right. Neem even een bordje mee. Hup, dit is door. Prima, prima. Niet die weg in, dank je. Alright. Zijn er bijna. Eigenlijk ga ik dit beter aan... hoe heet die, Franklin kunnen overlaten. Die is natuurlijk gewend om in tow trucks te rijden. Maar traffic kan alles. Als er een gaspedaal op zit, dan kan traffic er wel iets mee. Meestal is het iets verkeerd, maar wel. Nu krijgt de hik. Oké, dat was de... Nou, tow truck mission. Geweldige naam. Oké. Geen objectives gehaald. Alhoewel, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. De volgende keer gaan we kijken of die getaway car er nog staat. En we gaan beginnen waarschijnlijk aan de Blitzplay dus. Tot de volgende keer.